Onze poes en buurmans katen. En miauw, 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 miauw. En maken het iedere avond later in de tuin. Miauw, miauw, miauw. En wij al in de tuin. Het is er gewoon weg een at. En weer in de tuin. Ik ken je, hè? Hier niet. Ja. Waarloze. Hij is een muzikant. Hey, ik ben hier ook weer van de volk. Of ik heb het niet. Is een mooi op. En boom, joh. Oh, oh. En gezellig, joh. Mooi, joh. En regaal bij mij. Op de volk. Mooi, mooi. Hij zegt, ga me niet, Afrika. Ik zeg, ik moet even. Hij praat niet, joh. Ik joe mee, ik joe. Ik joe mee, ik, hè. Oh, oh, oh. En niet best, hè? Hey. En met Sipi niet. Oh, oh. Sipi. Die vent, hè, van die Willem bijlichter, hè? Die vent uit SM Apple. En die merkt ook zijn foto's met zo'n ding. Zo'n droom. Maar Sipi, hij kan dat niet. En want die heeft de alleen nog maar een trappie. En Sipi is een zacht voor die vlieg als ze brevet. Oh, oh, oh. Hij was aan de knuppel, mocht niet. Oh, oh, oh. Nee. Nee, maar at de brand is, hè? At de brand is. Zoals met ze als ze. En locomotie. Hij is ook afgebraakt. Iedereen, oh, 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 oh. En jammer. Hij is niet jammer, ja. Hij zag het toch niet uit. Nee, maar alle foto's met ze brand. Sipi is als eerste erbij. Ik zeg niks. Ik ken wel het bekieken van de en van Bolmeke. Ik zeg, eeuw, zeg ik, hier, en gaat hij weer. Oh, oh, oh. Hé, hey, en met jou en wil ik ook en niets meer aan te maken hebben. Jij niet. Hé. Hey. En waardeloos en ben niet. Afgelopen. Met hoe? Al niet. Hé. Hey. Mooi. Vanoeg, meisje. En munt die. Had in zo'n schuld. IM alles aan kapot te maken hier in Steenwijk. En met hoe? Beunen. En beunhezen rijden. En weet hij overal een zwarte piano spul, hè? En heb je ervan? Hé, hey, heb je ervan? En jij niet alleen? Nee. Allemaal hier. En laat maar kijken. Hier. En die pijpinstrument is naar Sletland gegaan. Had hij niet meer een pijp kan wonen op zijn instrument? Oeskot. Hé, hey, en wat moet er dan als er gebeuren? Had hij met het instrument wil als er pijpen? Helemaal naar Sletland? Hier, aan neuzelen. Hé, hey, hier ook weer 2 januari zeker hier, hè? En spul. Oh, hey. Ik kom geen omkijken hier niet. Hé. Hey. Aan de einde van. En 4 kaartjes verkocht nou, hè? Ja. Oh, en dan moet je niet doen. Ik kan wel afkopen. Bij mij. Hier. Mij, ik en jou. Mij, ik en jou. Had hij mij een S knaakgeen. En weer camera. Oh, niet. Ik ben... En je hebt mij elke keer S 50 euro zetten. En nog S... En ze 5 euro. Hé. Hey. Oh, 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 oh. Hé. Hey. En man. En ken we als een frikadelletje. En kom. En we killt die, hè? Ja. Dan ik van. Hier ook, hè? Oppassen met hem, hè? En want voor uit weer heb je ook een trekker die kwijt. Hé. Weet je? Oh, oh, oh. Dan moet ik gewoon naar u zien toe, hè? Hou je er en nog van mij. Mauw, hé. En lekker weef. Thank you.
de kerk. En wij zijn de kerk. Het werk, het waarlijk. De kerk, de kerk. Als ik maar stevig praat. Ik ben je vriend. En ik ben mijn motie. Ik zeg, het gaat. En wij zijn hoe God die mijn vriend. En hoe mag het gaan. En het gaat. Als ik maar stevig praat. Want ja, stevig dialect is mooi. Moet blijven. Ik zeg mijn broekzak. En wij zijn mijn buzen. Ik zeg een zak. En wij en een kladden. Een broekzak. Een buzen. Een zak. En een kladden. Als ik maar stevig praat. Als ik maar stevig praat. Dialect is mooi, moet blijven om. Ik zeg de kamp. En wij zijn de kampen. Ik zeg een lamp. En wij zijn een lampen. De kamp. En de kampen. Een lamp. En een lampen. Als ik maar stevig praat. Ik zeg bedrijf. En wij zijn bedrijf. Ik zeg een vrouw. En wij zijn een wief. Bedrijf. En bedrijf. Een vrouw. En een wief. Als ik maar stevig praat. Dialect is mooi, moet blijven om. Want ja, Steenwijks dialect is mooi, moet blijven om. Ik zeg een brood. En wij zijn een stoete. Ik zeg een kluit. En wij zijn een kloete. Een brood en een stoete. Een kluit en een kloete. Als ik maar Steenwijks praat. Als ik maar Steenwijks. Als ik maar Steenwijks. Als ik maar Steenwijks praat. Hier Henk weer. In heel Steenwijk wordt wat afgebakken. Zelfs internationaal. Maar dat ga ik zelf voor jullie uitzoeken. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik één broodje shawarma? Ja, zeker. Ik ben Ridder van Sphinx. En heel Steenwijk bakt wel. En jij krijgt een lekker broodshawarma. Zo ja. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de finale van ESB. Heel Steenwijk bakt. Ik was hier net achter bij de kandidaten. Die zijn zenuwachtig. De spanning is er om te snijden. En ik hoop straks de cake ook. Want dat was namelijk de opdracht. Bak voor Henk eens een cake. Nou, zo moeilijk moet het toch niet wezen. Nee, dames. En dan niet een cake uit een pakje. Nee, een cake met eigen signatuur. Gebruik producten die je zelf vindt dat erin moeten. Ik zeg altijd maar zo. Stop er wat in van jezelf. Nou ben ik reuze benieuwd wat ze voor me gebakken hebben. Dames en heren, mag ik een applaus voor onze eerste kandidaat? Want die gaan we er nu bij roepen. De eerste kandidaat. Ik ben José Gaastra. En ik heb een cake gebakken, een vierkante cake met vier lagen. Mam, wat is de onderste la... Oh, dat is de bodem. Mm-hmm. En
bodem heb ik stevig gemaakt omdat ik stevig op mijn benen sta, mijn voeten en zo. De tweede laag is van chocola. Oh, en wat chocola met een vrouw doet krieken. De andere laag is gember. Pittig. En in combinatie gember met chocola. Dan hebben mam en ik houden van natte en vochtige cake. Dus daar ligt een stuk natte cake in. En de andere laag, ja, want mijn vriend Jannes is groot en grof en doet het met mest. En Jannes zei tegen mij, jo meisje, doe er een kruidenmelange in van de tuin en werk het af met een beetje grus. Nou, hè, mam? Nou, dat hebben mam en ik gedaan, krikken. José, zo hoort toch ook een cake eruit te zien? Mooi, strak, glad, gewoon een klein beetje deftig. Ja. Ja, geweldig. En José, wat zie ik daar? Jij hebt de zijkanten geabricoteerd. Prachtig, heb ik tijden niet gezien. Is een hele bewerkelijke techniek. Ja. Keurig gedaan, keurig gedaan. José, en nu de structuur. Even kijken. Structuur is stevig. Ziet er goed uit. Ja, prachtig. Zacht. Fijn. Als ik nou zo'n cake bekijk. En jou, José. Dan kan ik ook zien dat jij een hele hechte band hebt met je moeder. Ja, zeker met mama. Ja. Duidelijk te zien. Ja, ja. Mooi. De cake heeft ook een zachte toplaag. Heerlijk. Toppie. Ik zou zo zeggen, José. Alles bij elkaar. Jij met je opleiding, je kleding, je taalgebruik. In combinatie met zo'n mooie cake. Dan ben je toch echt de first lady van Steenwijk. Maar ho, 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 ho. Dat kan niet. Want die hebben we al. Oh. Maar die mag wel uitkijken. José, dank je wel. Ja, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dag, krieken. Dag, José. Kees Groen! Kees Groen! Kees Groen! Dag, Kees Groen. Voordat we verder gaan, Kees. Je zit hier bij Eel Steenwijk Bakt en niet bij wie van de drie. Oh. Mijn naam is Kees Groen. Ik ben een bekend sportondernemer hier in Steenwijk. En sinds een jaar zit ik ook in de uitvaartbranche. Vandaar dat ik een bijzondere cake heb gebakken. Ik heb een cake in een kist gebakken. Ik zal er even iets over uitleggen. Doe dat eens. Ik ben, het is een dooie en sportieve cake. En ik ben begonnen met een latte bodem. Want dan ligt de cake mooi stabiel. Daarna gewoon een cake gebakken met magnesiumpoeder en sportdrank AA. Ik heb wat uit het magazijn erin gestopt. En ik heb de cake daarna in een wade gezet. Een wade, een zak. Hè? En hij is er mooi uitgekomen. Ik kan die mooi naar de omgeving kijken. Dus ja, dit lijkt mij een absolute winnaar. Een cake in een kist. Ja. Ja, jij doet in kisten. En lijkbaar is. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik hiermee aan moet. Maar ik heb er eens over nagedacht. Kees. Als je trainingspakken kunt verkopen, kun je ook lijkwaardes en kisten verkopen. Waar of niet? Zeker. Oké, maar nu de cake. Die gaan wij eens even bekijken. En een klein stukje proeven. Goddrongen die cake. Jongen, 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 jongen. Jij hebt een beetje te veel magnesiumpoeder gebruikt, Kees. Echt veel te veel. Maar dat is niet erg. Neem ik je niet kwalijk. Weet je waar zo'n cake hoge ogen zou kunnen gooien? Geen idee. Bij DLE. De laatste eer. Daar zijn ze gek op droge cake. Maar gelukkig krijg je daar zo'n kopje bruin water bij. Zij noemen dat koffie. En dan kun je die droge cake een beetje weggorgelen. Gelukkig wel, Kees. De structuur van de cake ziet er ook goed uit. Ik vind de vulling, de rul,
een beetje doods aandoen. De rul? Ja, de rul. En ik vind de cake ook erg koud. En wacht eens even, daar zitten rozijnen. Momentje hoor. Geweld in brandewijn, heerlijk. En dan krijg je die lekkere boerenjongensmaak dan. Dat lievert punt en ook is. Keurig, keurig, keurig. Nou, ik vind hem verder wat doods aandoen, Kees. Maar ja, ik vind hem niet spectaculair, hoor. Kees, ik zou zeggen, dank je wel. Je hebt je best gedaan, maar dank je wel. Zeg, Krikke, ja. Ik ben winnaarstype, hè? Maar ik hang de beker op aan. Oh. Als je daarvoor in aanmerking komt, dan zal Krikke die persoonlijk bij Vissersport voor jou bestellen. Eens een dood is anders een brood. Willy Gal. Dag Willy. Hey Krikke, jij hier? Ik kan er jou ook over voor gebruiken. Luister. Ik heb hem opgebouwd in 4 lagen. Onderste laag, geplette hondenkoekjes. Want daar heb ik er genoeg van. Tweede laag, let op jongens. Heb ik even bij Remy in het laadje gekeken. En daar heb ik eens even wat anabole steroïden uitgehaald. Om de boel eens even lekker te laten reizen. Laag 3, daar heb ik natuurlijk wat van mezelf in gedaan. Hè? Een klein stukje mokum. Hey, Sabriosia, is Sabri, Oladio, Trossi Bananen. 4e laag, dat heb ik even een beetje afgevlakt. En je kan het zien hier, kijk eens even Krikke. Pik en Moos, kijk eens even. Mm-hmm. Heb ik nummertje 14 ingekerfd. Van mijn maatje Johan. Hé, dat is mijn maatje. Jaar achter me gewoond. Nou jongen, proef eens even een stukje. Willy, wat een mooie, schone, frisse cake. Ziet er erg goed uit. Ik zie, jij hebt ook bramencompot gebruikt. Ah, je Krikke, daar zou ik het niet over hebben, hè? Maar, nou, je hebt toch wel wat met dat besje, of niet dan? Ja, nee? Maar ja. Daar gaan we niet over en hebben. Ook keurig verdeeld. Bovenste helft, onderste helft alleen maar cake. En daartussenin precies zuiverrecht de bramencompot. Mooi gedaan, goede techniek. Dan gaan wij hem nu even proeven. Lobbig room. Ik proef in de verte citroen. Ik denk van de Fim of van de Jif. Ja, dat klopt. Ja. Nuances van Blue Wonder. Ja, ik smeer wel eens wat Krikke. Is op alcoholbasis, ja. Blue Wonder. Dus wees voorzichtig. Gebruik je gauw te veel van. En de structuur. En wacht even, de topping. Die vind ik een beetje te veel van Ajax hebben. Ja, wat kleur, geur en smaak betreft. Ja, ik vind hem goed. De smaak is goed, het ziet er goed uit. Alleen de techniek zou een tandje bij kunnen. Ja, wat zal ik er verder van zeggen? Ik mis iets in die cake. Wat mis jij in die cake, Krikke? Ja, ik heb het. Ik mis het mondgevoel. Het mondgevoel. Nou, daar kan ik nog even niks bij bedenken. Nee, misschien hoeft ook niet. Maar Willy, ik weet voldoende. Dank je wel. Je hebt goed je best gedaan. Graag gedaan, Krikke. Laatste, als je wil winnen, dan moet je zorgen dat je dus niet verliest. Nee. Hallo, ik ben Renner van Sphinx van Gassenstraat. Ik ben gekomen voor jou, voor mij, voor jou, voor mij, voor jou. Gekomen hier, hè, met Kiek. Ik ben namelijk ook van ingeburgerdheid, hè, in Steenwijk. Ik weet nou wat HBB is in Steenwijk. Ja, is ABB. Ik werd geleerd, hè, voor jou, voor mij, voor jou, voor mij. Ik heb gemaakt voor jou een grote Kiek. Ja, maar mijn vrouw zei, hou luchtig Kiek. Dus ik dacht, maken voor jou Parijse soes. Ik heb ook ingrediënten gebruikt. Ik heb pijnboompiet gemaakt. Ik heb ook bloedworst gedaan, granaatappel en zure bom. Maar zij zegt, nee, jij niet doen. Jij bent moslim.
Jij bent niet christendom. Dus ik heb een andere cake voor jou gemaakt, hè? Voor jou, voor mij, voor jou. Ik heb gemaakt voor jou piramidetaart. Mm-hmm. Alleen jij zei een hele moeilijke opdracht voor mij, hè? Jij zegt, stop er iets in van jouzelf. Dus ik heb vlees in mijn taart gestopt. Maar ik moest mijn eigen vlees erin drukken en drukken en drukken. Is helemaal fout gegaan, is gat ingekomen, is nu tulband. Ja. Maar ingrediënt is wel hetzelfde. Onderste laag met schapenvlees en rundvlees. En heb jij ook rode poes zien lopen in stad? Ja? Zit ook niet in de cake. Nee, is niet daarin. Nee. In tweede laag is gemaakt van veel kleuren, hè? Voor jou, voor mij, voor jou, voor mij. Is met rode paprika en met een witte ui. En is ook met groene stukken, want ik hou van kleur. Ik hou van witte mensen in mijn zaak. Ik hou van zwarte mensen in mijn zaak. Ik hou van gele mensen in mijn zaak. Ik heb ook heel veel blauwe mensen in mijn zaak. En die blauwe mensen zitten daar. Is een Ronald Ruiter. Hij komt aan bij mij in zaak. En hij zegt dan altijd, ik speel toetoet. Ik zeg, nee, jij bent toetoet. Hij heeft ook bijnaam, hè? Ja, hij heeft bijnaam gekregen van mij, voor mij. Wij noemen hem in zaak altijd Toetoet Kamon, hè? Ja. Niet best als hij blaastest moet doen, hoor. Dat is niet goed. En naast hem zit Harald Kooi. Is een beetje vrouwelijk. Gaat altijd weg zonder betalen, hè? Ja, jawel. Hij zat een vlugge lam, ook nooit mee. Maar boefse lach voor jou, voor mij, voor jou, voor mij. Gemaakte topping van geslacht. Room. Van geslachtroom. De bovenop. Lekker. Nou, jij lekker eten. Jij wil melk bij of anders? Nee, dankjewel. Nee? Nee, dankjewel. Nou, jij lekker eten. Makkelijk, hè? Dit zou dus eigenlijk een 1001 nacht cake moeten zijn. Nee. Maar dat is gemaakt in 1 uur. Ja, maar... Ja. Het is het ook niet. Het is meer een... Een hartige cake geworden. Oh. Een soort kies. Maar, wacht even. Jij doet met mes ook? Ja. Gevaarlijk, hè? Mm-hmm. Het is een hele hete kies. Ja. Die is heel pikant. Poe, 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 poe. Wees voorzichtig. Ja, heel scherp. Voorzichtig. Zal ik hem even... Oh, jij gaat nou doen. Hij houdt me van besneden vlees, hè? Hier, zie je. Mm-hmm. Is wel hygiënisch. Ja. Meneer Reddar. Ja. Ik vind... De vars van het schapenvlees, van het lamsvlees, erg schraal. Ja, vind ik erg schraal. En de topping, dat is een beetje een rommeltje. Oh. Jongen. En ik denk dat ik weet hoe dat komt. Nou, zeg maar. Volgens mij heb jij een oude spuitzak. Met zo'n dikke knobbel aan de voorkant. Oh, ja. In de opleiding noemden wij dat vroeger al de sproeikop. Ik adviseer, koop eens een nieuwe zak. Met zo'n moderne kunststof tuit aan de voorkant. Krijg je veel mooier resultaat. Echt veel beter. Ik weet wel wat met jou is. Maar het is altijd zo. Als jij lam bent, jij eindigt in shawarma tent. Nou, dat waren de kandidaten. Meestal hoor je dan zeggen, oh, wat was het moeilijk om tot een beslissing te komen. Ik ben er al uit. De show heet Heel Steenwijk Bakt. Heel Steenwijk Bakt. Er niks van. Hij waart dagelijks door Steenwijk. Men vindt hem ongenood. Hij klopt aan raam en slaat op deur. Ze noemen hem de dood. Families zijn er ingerukt. Verdriet en droevenis. Een geliefde die komt nooit weer terug. Leven wordt zo geschiedenis. Nanny Oosterhof, hij is niet meer. Werd ingehaald door de tijd. En het verlies deed veel mensen zeer. Deze ruwe werkelijkheid.
Joppe Bruins. Hij verliet ons ook. Ging hemelen, zo dat heet. Hij was misschien niet klaar daarvoor. Maar de dood is altijd wreed. Frank Steenbergen wordt ook gemist. Net als Margaret Boersma van Patijn. Verdwenen uit het dagelijks leven. Het verlies zal heel pijnlijk zijn. In IJmuiden hoorde men de klokken luiden voor onze voormalige burgemeester Molendijk. En ook Henk Spreen vertoeft nu in het hemelrijk. Een groot sportman is ons ontnomen, le petit coureur. Hij is niet meer. Een leven tot einde gekomen. Benny Groen krijgt de hoogste eer. En er was er nog, tot slot, een man met een verhaal, een glazenwasser en een mooi mens. Ook jou missen we, Rijn Gaal. Maar uiteindelijk is dit gedicht veel te klein voor al die anderen die voor altijd in onze gedachten zijn. Tra-la-la, tra-la-la.
Rijk zit erop te wachten. Het is er weer tijd voor. Het is tijd voor Jeanette's talkshow. Met vandaag op de bank... Goedenavond allemaal, dames en heren. Vanavond op de bank, Ali Beusman. Hi Jeanette. Hallo wat Ali. Leuk dat ik er ben. Drie, hè? Ik zeg baak, maar ik bedoel in mijn kiepenhokken. Ga zitten, meid. Spannend, hè? Heel spannend. Ali, zullen we eens het laatste half jaar deur nemen? Weer een ei. Ja. Stapel gek van die beest. Bah. Ja, hier, kijk eens. Gekookt en wel. Ja. Lekker. Adriene wil hem moet zingen, hè? Ja, dat zeg ik. En deze, jammer, die is alleen voor mij. Ali, Lustries, ik heb gehoord, je bent opereerd. Och, vertel. Ja, meer. Vertel. Ja. Vertel mij alles, nou, ik wil alles weten. Alles? Nou, ik zou je vertellen, ik ben opereerd aan togen. Aan togen? Aan togen. Kind toch? Ja, dat valt niet. En zo jong en jeugdig en fruitig als ik er nog uitzie, vind je niet? Ik zie er geweldig uit, Ali. Ja, en dan moet je opereerd worden aan togen. Staar. Staar, Ali. Staar. Noal. Ja, Noal. Ik ben al langer geen 80, toch? Nee, Kien, dat zei ik. Ik ben zo fris en fruitig, zie ik eruit. En dan moet je alles maar naar staar. Maar dat komt zo. Ik waren niet zo al te lekker, hè? Nee. Al een poosje niet. En ik dacht, ik moest hem uit zien naar Enke toe. Enke? Enke Imker? Nee, hoor, Enke de Jong. Oh. Ik denk, wat moet Henk Imker nou met... Ho, met hoe? Breek de band hem af, ja. Ja, bijna, hè? Het ging nog weer bijna. Ja, afijn, ik ga naar Enke toe. Nou, je hebt me alles beknapt en bekleed in de duin. En ik ben eigenlijk bij, kan ik wel weer over een nek Jenne springen. Maar toen zie ik toen... Toen jij aan de hong geopereerd bent? Maar dat doe ik het ook direct. Hé, ik ben er nog niet bij dat ik ben er nog niet bij de operatie, Jan. Oh, ik ben al staar geopereerd en ik kan over hekjes en alles. Ja, ik zeg het toch, mijn hele lichaam is goed. Mijn lichaam is goed. Oh, je waren al gelijk goedgekeurd. Ja, alleen togen niet. Oh, oké. Want ik zeg het toen, Henke, van, ach, zo'n boom kijken zie ik allemaal van die kleine... Het is net een theesevie. Ik heb gewoon een theesevie, zeg ik toen, Henke, in de hong. Ik ken hem wel, theezakjes. Ja, die heb je onder de hong hang, ja. Die bulligjes onder de hong. Ja, dat heb je wel, ja. Heb ik dat? Ja. Maar ik had een theezakje in togen. Dus toen zeg ik tegen me van, nou, dan moet je naar Jorrit Muurling. Nou, ik heb bij Jorrit Muurling. En ja, hoor. Staart. Kind toch. Nou, en dan weet je niet wat er overkomt. Dan weet je niet wat er overkomt. Want dan moet je naar het ziekenhuis toe. Dan moet je geopereerd worden. Ja, dat moet je wel doen. Nou, dan krijg je al eens een brief mee en dan lees hij de deur en dan staat erop van... u kan niet tijdens de operatie naar de toilet. Nee, dat is logisch. Dat moest ze dus niet ermee zijn. Nee, want op dat moment denk ik, oh mijn god, hoe moet dat nou? Ja, want straks moet je poepen of plassen, ja. Terwijl hij daar ligt. Ja. Nou, ik heb wel wat maandverband op, hè. Dan denk ik, doe me wat vuur. Nou ja, groot geluk natuurlijk, nou, hè. In ieder geval, dan ga je er rennen. Dan kregen we 11 druppen in het ogen. 11? Ja, want het moet helemaal verdomen, hè. En ik kreeg van die rare sloffies aan en zo'n skulletje en zo'n mussie op een kop. Nou, als iets onaantrekkelijk is, Jeanette. Ja. En dan zie je weer zo'n neusluit. Nou, afijn, ik in de rennen en dan gooi je op de operatietafeling. En ik kreeg een kussentje onder de knie, want die moet lekker liggen. En dan moet je een aan op de boek leggen. Nou, en dan denk ik, oeh, alles draait mee in die boek, hè. Maar je ligt er wel geriefelijk bij. Ah. Nou, dan krijg je een kapje op. En dat knipt hij dan zo deur. Nou, en dan gebeurt het. Want dan zeg je Ascher, hè. Het is wel een mooie man, Ascher. Ken je Ascher? Boom van een kerel. Ja, ja. Altijd op die witte klompjes. Ik vind er niks aan. Ja. Ik heb ze liever wat korter en wat donkerder. Ja, dat zal ook wel, ja. Ik moet er wel bij kunnen halen, je snapt dat. Ja, ja. Nou, ik vond wel een patente man. Is dat zo? Ja. Nou lag ik door en toen zeg ik tegen mij van... Nou, dan maken we eerst eventjes een winkelhaakje in je oog. Oeh, nou wordt spannend. Ja, dat was ook spannend. Dat was ook met de hand op een boek. Dat was ook spannend. Nou, en dan zegt hij, en dan verpulveren we de lens even. Oeh. Wat dacht en dan ik? Zuigen we de lens weg. Oh, god, wat een geluid. Nou ja, ik ook. Nou ja, ik dreef bijna. Nee. Ach, kind.
Nou, en dan zie je allemaal kleuren, hè. Ik zeg het, de mooiste kleuren. Wat dan? Waar je al van plan om? Nee, maar omdat het ogen uit me lag. Toen zeg ik, want ik zie allemaal kleuren echt zo mooi. Toen zegt Vera, ken die Vera wel, van Sif van der Laan? Of was Sif van der Laan er ook een foto te Nee, niet zij. Oh, zij. Ja, dat weet ik toch niet. Toen zegt Vera toen mij van, nou meer, alle vrouwen zien kleur en alle mannen zien gries. Ik zeg, maar Vera, wees nou eerlijk. Heb je wel eens een gekleurde mannen? Zie je, al die kerels ben in zo gries als ik weet niet wat, toch? Ja, dat is waar. Die van mij, hè? Die is kleurenblind. No. Hartstikke. No. Nou, dan kom je naar beneden met blauwe sokken of bruine sokken. No. En ja. Ja, maar dan? En de rest dan? Ja, wat de rest dan? Die andere sokken dan? Ja, die liggen in het nachtkastje. Er liggen natuurlijk nog twee, een blauwe en een bruine. Maar luister eens. Dat is ook wel verschrikkelijk. Maak dan niks uit, schoenen aan, broeken overrennen. En die laat hem zo debiel erbij lopen. Ja. Ik zeg het niet. Nou, ik was er nog niet klaar. Ach, Jeannette, en dat voor de televisie, ja, meert. Ja, maar dat maakt toch helemaal niks uit. Nou, moet luisteren. Ik ben nog niet klaar met het verhaal van die jongen. Nou, kom maar, wat. Dan komt er kom een alle spuiter. Ik wil alles. Dan komt een alle spuiter. Ja. En dan droppen ze die in het ogen. En dan komt er een lens uit en die flappen er zo in. Is dat zo? En dan wordt het echt. De techniek staat voor niks. Met zo'n niet-tangegie. Nou ja. Nee. Ja, het is echt verschrikkelijk. Jeannette, ik moet daar nog ook nog doen. Nou, daar wacht ik nog wel mee. Als dat maar goed komt, dan. Oh ja, dat weet ik ook niet, kind. Dat weet ik ook niet. Maar Ali. Nou, zeg het eens. Dan wil je dat één oog laten doen, hè? En die ben lichamelijk goed gekeurd. Dat zeg je zelf. Ja, ik kan over naar Jeannette springen. Nou, misschien. Is er in de toekomst nog iets dat je denkt van... ik wil nog wat laten corrigeren? Of... Nee. Nee, ik alhoewel... Alhoewel... lijst een... Een man te missen, al de todden. Is dat zo? Ja, dat is toch verschrikkelijk. Wat vinden jullie wel? Ik ben weer weg gewoon. Ik heb nu zin. Het wordt spannend, volgens mij. Nou, al de todden, ga verder. Afijn, ik dacht, ben ik dan zo'n olde todder? Dus ik ga naar Ruus toe en ik denk, ik mag wel even in de spiegel kijken. Ja. Nou ja, het ziet er niet fraai uit. Het is inderdaad waar, hij dan, je weet nog wel wat een klad is, hè? Hij hem dan in elkaar en niet aan de muur kan. Vreselijk. Vreselijk. Ja, jullie denken dat ik het laat zien, we forget it. Ik heb ze doorzitten. Wat een klap. En jullie lachen allemaal, want jullie herkennen het allemaal, hè? Ik heb ze doorzitten. Ik heb die pannenkoek naar beneden hangen. Ik heb nou turbo aan. Turbo. Maar anders heb ik door van die platte pannenkoeken aan. Geen last van. En omdat het ouder wordt en slapper wordt... Ik kan het ook wel laten zien. Ik heb er zo... Dat is elastisch, weet je, hè? Dat noemen ze een uncumulity. Ja. Nou, laat me maar een uncumulity, want dan heb ik dat uncumulity af. Dan heb ik daar ook nog een flatte pannenkoek aan. Zal ik heb wat door zijn... de duilen en de billen aan. Is dat zo aan? En als ik loop, dan flat het me het vlees om de botten heen. Oh. En Ali, ik ben niet Ali, de enige Ali, die Ali. Dat heeft met mijn 62 uur. Nee, en die hier William ten Katen wel eens. Oh, hou daar maar over op. Ga zitten. Die heeft door de broek. Op. En die heeft door de boek. En dan zeg ik ook nog te mee. Heb je door dan religie zitten? Ja. Nou, ik weet niet veel zeggen. En nee, de rest van die man wel keek. Hier. Ja. De mama van die hangkomt. Ja, dat zijn dat komt die... even niet. Komt even niet. Nee, even niet. En na een poos zitten op zo'n stoeltje als dit, dan stik ik me bij de botten dit verlennen. Nou, kijk en mijn zuster, die heeft zich laten lopen... Rustig, Ali, rustig. Ja, maar ik wil hem mede zo over. Mijn zuster van die borsten. Ja? En die heeft zich laten opereren omdat ze te groot vond. Te groot? Ja, die heeft 2 maanden te kleine lopen. Dat meen je niet. Ja. De meesten doen er 4 maanden bij ook. Ja, nou, zei niet. Oh, het is ook wel toen zie ik een vorige week, ik zeg, verrek, Jannie. Hoe kan het nou? Het is net of een borst weer ben gaan groen. Toen zei ze, ja, zei ze ermee. Want dat moet je elke 5 jaar weer laten doen. Nou, dan had ik toch niet. En ik heb nichten, die had van het lupo, van die hele dikke vetbillen, hè. Liposuctie? Ja, heeft ze dat laten doen.
Net zo'n geluid, hè? Ja. Oh, oh, precies zo. Ik vind dat zo en dan gooit je dat in zo'n emmer, dat drul, hè? Drul? Drul. Ja. Drul. Drul. Abricotier. Abricotier. Het is ook net van die abrikozenjam, hè? Ja, ja. Het lag zo zo'n pipi in. Vreselijk. Maar Loes, die zalie, daar heb ik geen last van, want ik zit helemaal strak in het vel. Ja, rondom, dat weet ik, ja. Niks mis daar mee. Daar heb je helemaal geen last van, hè? Gnaakt geen last van. Het is allemaal strak. Het zit hartstikke strak. Maar goed, nou heeft ze die bellen, die heeft ze dus eerst weg laten zoen. En toen zag ik hem weer en toen zei ik van... God, het is net dat die bellen weer dik, maar lelijk. Door een flatsen, door een flatsen, door een flatsen. Nou, dat wil ik toch niet. Ik wil nog een beetje aantrekkelijk eruit zien. Ik kreeg zo nooit geen verkering meer, ja. Nee, dat moet je ook niet. Nou, dan kan ik beter zo blijven. En als ik liggen, valt me de ene borst onder de dame, de andere borst. En dan heb ik hier een hele benen. Net zo'n landingsbenen. Net zo'n landingsbenen. Plekken van jumbo, yes. Ja. Meer. Ja, ja. Lustig, over een jumbo jet te spreken. Ja, nou. Ik heb op Facebook gekeken. No. Ik heb hoe zien. Ik ben op vakantie. Je was naar Noorwegen, naar je kinderen. Vertel mij alles. Ik wil alles weten. Waarom weer? Ik wil daar ook over praten. Je doet spannende dingen. Het was wel aardig. No. Want ik heb daar een zeune die getrouwd is met Noorse, zo'n koldekanter. Het is toch ook koud halen. Het is een steenkoud. Dan heb je twee van die kleine jong. Leuk hoor. Leuk hoor. Maar ik kan het kind niet verstaan. Hè. Ik had vroeger bij mij ook in de buurt een die was zwanger van een Amerikaan. En die zei toen, als het geboren is, hoop ik wel dat ik hem kan verstaan. Dat hij geen Amerikaan... Nou, zo voel ik mij nou ook. Want ik zal het vertellen. No. Het is snel de België 2 jaar. Neem mij mee naar de ijskasten. En dan zegt ze van... de ijskast, want ik kan het niet verstaan. Hè. Ik moet de ijskast open doen. En dan wist ze de chocola, en dan ligt chocola. Een klein jonkje, 2 jaar. En dan zeg ik, nee. En dan kijkt ze me aan en zegt, ja. Dat is het enige wat ik kan. En ja, de kind, dat heeft een moeder die Noors is, dus de kind leert nooit geen Nederlands. Het is wel jammer, Ali, of niet? Ja, vind ik eigenlijk wel, maar ja, goed. Dat heb jij met koldekanten en zo. Ik hoor het wel. Je hebt dus helemaal niks. Nou, ik heb wel orde gehad, alleen je hebt eigenlijk geen binding om mij zo'n kind niet kunnen verstaan. En dan ben ik oma van zo'n kind. Ja, dat is toch wat, of niet? Maar Lucie, wordt dat nou niet tweetalig op een voet, hè? Nou ja, nee, want de kinderen moeten met 2 jaar al hele dag naar de dag opvangen. Is dat en daar zo? Is alles Noors. Of denk je dat zo'n koldekanter dat kind Nederlands leert? Ja, maar je hebt toch ook nog een zeune die Nederlands... Ja, maar die werkt toch? Ach, dat maakt toch niks uit? Die komt soms thuis en die is mooi en de kind gaat naar bedden. Wat verstaand. Ja. Dat snap ik nou niet. Nee, ik ook niet. Dat moet tweetalig opvoeden. Dan was het alleen maar voor oma Ali. Ja, nou ja, maar je moet met andere dingen te merken. Hè. Laat me mooi zitten. Ik weet er ook niet meer over weet hem. Weet je niet meer over hem, hoor? Nee, ik weet het niet meer over hem. Ik word er helemaal lekkerlijk van. Nou, toen maar. Lustrisch, Ali. Ja. Je gaat naar Noorse les, heb ik gehoord. Ja, nou, dat zal ik je vertellen, Mert. Ik ga hier naar de universiteit. Is dat en ik ga Noors leren. Hartstikke mooi, Ali. Ja, 13 januari begin ik. Soms van 7 uur tot 7:15. En dan, ik denk, een lesje af 15:20. Nou. Kun je in een uur en een kwartier Noors leren? Nou ja, nee, niet in een uur en een kwartier. Het gaat gewoon 15 lessen, 20 lessen. En dan ga ik naar Noorwegen en dan misschien... Eigenlijk. Maar moeten we bij ons natuurlijk, hè? Ja, dat kan het nou, ook die wel lessen. Bij. Ja, dat weet ik ook wel, Jeanette. Dat had ik ook wel bij. Ik spreek trouwens alle talen. Je spreekt... Ja, dat had ik wel een dag dat ik die alle spreek talen alle talen. Ik spreek 12 talen spreken. Ja. Ze verstaan mij alleen niet. Ja. Nou, Ali, ik zal zingen. Ja, ik ga Skype. Skype, hoor. Ja, ik Skype met ze. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, met mijn zeunen, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja, dat is... Dat, echt, dat is geweldig, dat Skype. Alleen het vervelende vind ik is... Hij praat een term en hij zegt wat te roggen. En ik geef eerst de mond beweren. Ja. En dan duurt het de post en dan zeg je het roggen. En dan ben ik het kwiet. Ja. Dan ben ik het kwiet. Opscreen. Ja, eigenlijk... Eigenlijk moet opscreen, ik ga nog even verder, want anders... Goh, ja, het is tijd, hè. Je gaat Skype. Nou, wat? Ja. Tok, tok, tok. Fijn dat je wist, familie. Ja, fijn dat ik bij je mocht wezen. Dus, Jeanette. Dag, Ali. Dag. Nou, dames en heren, dit was Ali Buisman. Tot de volgende keer.
Eindelijk. Weekend. Ken je dat gevoel? Het openen van de gordijnen. Verwarmd worden door de binnenvallende zonnestralen... die gelijk een schaduw op je bed werpen. De merel die ook al vroeg uit de veren is... fluit zijn muzikale poëzie...
door de nog stille Rozenstraat. Omdat ik niet op een mooie dag ga wachten, besluit ik om er een te gaan maken. Eerst even opfrissen, even in de spiegel zeggen hoe mooi je bent. Een goudgebakken dannero, zo uit de oven, met een heerlijk gekookte dubbeldooier als ontbijt. En na het sublieme kopje met zwarte goud uit mijn Bialetti pruttelkannetje kan mijn dag nu al niet meer stuk. Een bezoekje aan de supermarkt met een veel te volle kar, het bier in de aanbieding, de fijn weekendgroet en de vriendelijke glimlach van de cashière. Dan nog even naar de markt voor enkele ingrediënten voor wat gezelligheid op tafel voor vanavond. En met een grote grijns op zijn gezicht ziet Robert Kuiper hoe ik zijn haringje verheerlijk bij mij naar binnen laat glijden. Al gauw worden we opgemerkt door vrienden die ons uitnodigen om aan te schuiven op het zonovergoten terras van de zus en zo. En als Manon de bestelling met verf heeft uitgeserveerd, geef ik mij over aan de hunkering naar de eerste nip van het magnifieke ingetapte blonde bier. Maar voordat mijn smaakpupillen de zenuwbanen aansturen om deze sensatie te kunnen doorbrieven, word ik opgeschrikt door een wel heel vreemde luchtstroom tussen mijn benen. Van achteren word ik benaderd door een jonge dame in oranje kledij met een gigantische bladblazer. Alles wat er zo op de grond ligt baant zich een weg via de binnenkant van mijn voeten en kuiten. En met een oorverdovend lawaai worden de restanten opgeslurpt door de leopardtank van de gemeente. De Rova bezemwagen. Geen mandarijn, geen sinaasappelkist, geen afgekloven kippenbotje. Nee, geen kruimel is er opgewassen tegen deze veelvraat. Met sierlijke bewegingen en een vernietigend geluid creëert er zich een parcours tussen de nog afbrekende markramen. En houdt hij dat met gemak uren vol. Ik heb vele vrienden en bekenden gezien, maar ik heb ze niet kunnen spreken. Thuis aangekomen heb ik heel wat afgeëpt om bij te kletsen. En was het zomaar weer laat. Deze dag leek ik veel te mooi om waar te zijn. Traditioneel is er ook dit jaar een ereburger van Steenwijk gekozen. Nou ben ik reuze benieuwd wie dat is geworden. Muzikanten. Liebe Gäste der Gemeinde Steenwijk, mijn naam is Jürgen Lohmann. Ik ben mal de burgemeester van de gemeente Hetzenbock-Kreitensbreitenbein met de fietsen met de Ecke hier rum. En ik ben zeer stolz geweest dat de gemeente Steenwijk mir hat gekozen als Ehrenburger. Ze nennen mij niet. Ik kom mal fort in die lange Reihe met die elegante namen als Gerhard Beusmann, Anne Beeltje und Hemi Hollweg. Und ich bin als Mann aus Deutschland gekozen durch die Bürgermeisterin, Frau Maria von der Kladde.
Frau von der Kladde hat mir als Bürgermeister der Gemeinde Hessenblock Kreitenbreit und die Vizelierke wiederum gesagt, Sie haben viel, viel bezeichnet für unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde Hessenblock Klagenfuß Kreitenbreit, Kreitenbreit wiederum, hat 15.000 Einwohner. Wir haben zwei Fußballvereine. Ein Verein spielt in Schwarz und Gelb und die andere Verein spielt in Rot und Weiß. Helaas haben wir nicht ein drittes Verein in Blau und Gelb. Liebe Freunde, und das heißt, wir haben zusammen ein Verband gemacht. Die Gemeinde Steinweg und die Gemeinde Herzenblock Kleidbreit, wo die Herr Firma mit war. Und wir sind stolz, wir sind zusammen. Und das ist ja ein tolles, tolles, tolles Ergebnis. Jedes Jahr kommt Frau van der Kladde mit Jackie der Trackfeischel, Wim Brus und die anderen Leute nach unserer Gemeinde. Und das ging wie mal spazieren miteinander. Wir trinken was und wir tanzen was, wir fressen und essen. Es ist sehr schön. Und es ist sehr schön, dass Sie das alles bezahlen, Leute. Jedes Jahr kostet das ich 4.000 Euro. Und auch wir kommen mit mir, meine Frau und Freundin und noch eine Freundin und noch eine Freundin, kommen wir nach Steenwijk und da gehen wir auch tanzen, trinken, spazieren. Und das zahlen die Leute wir von der Gemeinde Herzenblock, Klagenfeld, Kreitenbreitenburg mit dem Fahrrad in die Ecke wie rum. Das zahlen sie alle. Und das ist ja sehr, sehr nett und sehr schön. Und wir mit der Gemeinde wollten gerne was zurückmachen für ihn Leute in Steenwijk. Wenn Sie an Deutschland denken, dann denken Sie immer schlecht an uns. Und das ist ein bisschen so, Leute. Wenn Sie nicht nach der EM gehen mit Fußball, das ist die Schuld der Deutschen. Wenn Sie am Badestrand sind und Sie können keinen Stuhl finden, ist das die Schuld der Deutschen. So haben wir nachgedacht in unserer Gemeinde Herzenblock Klagenfeld Kreitenbreit, es gehen immer die Fitze mit die Ecke rum. Am Fahrrad haben wir beschlossen, auch ein Ehrenbürger vom Steenwijk zu machen. Und das muss ein Mann sein, der ein typischer deutscher Mann ist. Ein Mann, der auch immer die Schuld kriegt. Immer. Wenn der Zug zu spät ist am Station, ihr kriegt die Schuld. Wenn die Festen nicht gut laufen, seine Schuld. Wenn der Mente nach der Kloten geht, seine Schuld. Liebe Leute. Und das hat mir an unsere Gemeinde, von der Gemeinde Herzenblut Klagenfeld, bei dem die Vize um die Ecke um die Fahrrad wie rum, beschlossen, den Mann zu ehren. Und ich bin sehr stolz, Musikanten, anzukündigen, dass das Ehrenbürger ist erkosen von der Gemeinde Herzenblut Klagenfeld um die Ecke mit die Fahrrad herum, der Herr An Ebers. Ebers. Gratuliere. Wir sind sehr stolz, dass wir Ihnen können ehren. Und dass du auch jedes Jahr nach uns kommst, um zwei Bier zu trinken, wie die nicht zahlt. Und darum würden Sie unsere Ehrenbürger. Mocht ich mal dir verschützeln. Das ist Deutsch, ja, verschützeln. Habe ich gelernt auf Schule B. Herr Ebers, hier haben Sie vor Ihnen am den Necken das schöne Bell. Und dann kommt mal, sehr wichtig, der Urkunde. Hierbei erklärt die Gemeinde Herzenblock mit dem Fahrrad und wieder wie rückt wie die Ecke. Die Herr An Ebers dort Ehrenbürger. Und dass die Herr so viele unsinnige Dinge gemacht hat für uns alle. Und auch sich gut hat eingesetzt für unsere Gemeinde. Namens die Gemeinde. Herzenblock mit dem Fahrrad um die Ecke wie rum nach Hause und wieder zurück nach Hause mit dem Fahrrad wie rum um die Hause. Der Bürgermeister, Herr Jürgen Lohmann. Gratuliere, Herr Ebers.
Hebes, ze möchten stehen bleiben. Stehen bleiben, omdat wir, voor die Gemeinde, het ze nog klaar gevoeld met die Fahrrad, dan moet je denken weer om. Hij is beslossen een schönes Lied voor ihnen te zingen. Ik ga niet zingen, maar onze gasten komen naar hier en ze kunnen stehen bleiben. Zodat stehen ze een 50 seconden voor Jan met die korte achternaam. Dankeschön. Rotterdam heeft zijn havens, Amsterdam de Jordaan. Groningen zijn martini, stoere molens aan de Zaan. Kopenhagen zijn biermin, Moskou het Rode Plein. Elke stad, ieder dorp heeft iets om trots op te zijn. Barcelona heeft Gaudi, Londen heeft zijn Big Ben. Parijs, Mona Lisa. Er is niks dat ik niet ken. Maar ik ben nergens zo graag als in Steenwijk, mijn stad. Ik hoef niet over grenzen, ik heb het daar al gehad. Laat mij hier maar dwalen, heel rustig, heel hoog. Ben gelukkig in Steenwijk, stad van mijn droom. Praat over Steenwijk roemt altijd de markt. De grachten, Ramswoerten, natuurlijk het park. Het diep en de wallen, de toren, de kamp. Het rode dorp en de gagels verlaten het dal. Er is niets mooiers dan dit nergens op deze aard. Stad vol passie, vol vreugd en toch soms zo bedaard. Dan sluit ik mijn ogen tot alles verdwijnt. Maar ik ben ergens zo graag als in Steenwijk, mijn stad. Ik hoef niet over grenzen, ik heb het daar al gehad. Laat mij hier maar dwalen, heel rustig, heel lang. Ben gelukkig in Steenwijk, stad van mijn droom. Stad van mijn hart. Tja. Ja. Ik weet het niet. Moet je weer wat bedenken? Elke keer dat programma in elkaar draaien. Iedere keer weer al die kleren. Ik heb de pen er leeg geschreven. Het wordt mee te duur met de benzine en die brommer. Ach, die kleren gedicht. Ik kan er s'nachts niet van slapen. Weet je waar ik moe van word? Heb je nog kaartjes? Ik heb het één ogen make-up op en op de andere ogen niet. Soms denk ik wel, ik ben uitgedanst. Elke keer dat ellendige repeteren. Hey, Freaky, Koba, Daisy. Elke keer dat gesleep en gesjouw. Ik kan er s'nachts niet van slapen. Heerlijk, een keer geen hey, kooi. Als ik eraan denk, krijg ik tranen in de ogen. Het kost mij bulten aan valeriaan. Ik sla er niet meer op los. Ik ben uitgetrokken. Ik ben niet uitgetrokken, maar ik ben uitgeblazen. Weet je wat er mis? Het is pauze. Pauze? Pauze. 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 Pauze.
Ik weet het heel zeker. Het is pauze.